is eigenlijk een klein onderdeel van een groter verhaal, zei hij al. Dat is het verhaal van Theseus en Ariadne. En op dat verhaal hebben deze kinderen een muziekstuk gemaakt. Nog heel concreet, hoe ga je dan precies te werk? Want het zijn leerlingen die je niet iedere dag ziet. Hoe maak je een stuk? Hoe doen jullie dat? Nou is dit een bijzondere school, want deze kinderen die zijn allemaal leerlingen van de muziekafdeling. Er zijn trouwens ook leerlingen van de dramaafdeling bij, die zitten nog verstopt. Ook leerlingen van de beeldende afdeling hebben meegedaan. Maar goed, dit zijn dus allemaal muziekleerlingen, die spelen dus allemaal al heel goed een instrument. Dus eigenlijk, wij worden geconfronteerd met een hele lijst namen met instrumenten. En we hebben vier karakters genomen uit het verhaal. Te weten het touw, de draad van Ariadne, dat was voor ons ingegeven. Dan Theseus, de held. Ariadne, de lieftallige schone dame. En de Minotaurus, de verschrikkelijke half mens, half stier die in het labyrinth zit. En met die hele lijst van instrumenten hebben we eigenlijk vier orkestjes gemaakt. Die vier orkestjes hebben elk een karakter gekozen wat weer het best bij hun instrument paste. En daarbij hebben ze dus een muziekstukje gecomponeerd wat heel heldhaftig loopt, of juist heel lieftallig, of wat zich langzaam ontrolde als een touw. En met die vier eerste beginnetjes hebben we dan zo gezamenlijk een groter stuk gemaakt om het finale erachteraan. Zo is dat een beetje.